Oh, je bent menswinnaar, dat moet een goed gevoel geven. Ja, zeker goed gevoel. En ook omdat mijn eerste betaald voetbal is. Dus, maar ik ben blij voor de ploeg. En, ik deed dat goed mee in de tweede periode. En nu gaan we zetten best op vooruit natuurlijk. En dat is mooi. Het was wel een lastige wedstrijd vandaag. Hè? Ja, vooral na die rode kaart. Ik denk dat dat makkelijker moet gaan. Maar hij zakt echt goed in. Hij zakt echt heel diep in. En ja, het wordt lastig. Maar uiteindelijk... Jullie gaan de tweede helft een stuk aanvallende spelen. Wat zegt de trainer in de rust voor jullie? Ja, hij zegt van dat we sneller moeten voetballen en dat we het gewoon breed moeten houden. Dat is zeg maar omdat ik hem niet als rechts buiten, maar dat is zeg maar ingezakt naar spelen, dat is aan de bal gekomen. En voor achter zijn er gewoon bovenop plakken. En natuurlijk opletten voor die counter van hun. Maar ja, 3 punten. Je had een vrije rol in de tweede helft, hè, toen je meedeed. Is dat ook de rol die je het liefst hebt zelf? Ja, ik zeg eigenlijk ook voor hun die bevalt me wel. Maar natuurlijk bij Roman nog van de flanke acties maken. Wat eigenlijk vandaag niet lukte, maar tot 3 punten. Dan door de rest van de tweede periode het niet ophalen. Geloven jullie daarin? Ik weet het niet. Ik zie wel genoeg kwaliteit. Maar wij kijken gewoon wedstrijd voor wedstrijd en dan zien we hoe het gaat. Dankjewel. En zien we hoe het gaat. Maar we willen natuurlijk altijd winnen. Eerste wedstrijd die je nu komt als je gewoon dan sta je de basis, denk je? Ik weet niet, ik hoop natuurlijk, ik zal niet wat je zeggen, maar ik hoop natuurlijk dat ik in de baas sta, maar ik hoop dat het goed gaat. Eerst even genieten. Ja, zeker. Gefeliciteerd. Dank.